Bijna alle activiteiten zijn afgelast op de jaarlijkse familiedag van Sparta. Maar het hoofdgerecht blijft wel staan. Sparta tegen RKC. Een duel dat vooraf wordt gegaan door de spelerspresentatie. Dit zijn de mannen van Jeroen Rijsdijk die het dit seizoen moeten gaan doen. Vorig seizoen natuurlijk geëindigd op plek nummer 6. Toen nog onder leiding van trainer Maurie Stijn. We weten het, die is naar Ajax gegaan. Hoe staat Sparta er momenteel voor? Na 10 minuten spelen, het schot van de Guzman. En dan is er een hensbal gezien door scheidsrechter Ingmar Oostrom. Een hensbal van Aaron Meijers. Vorig seizoen nog in het shirt van Sparta. Doelman Etienne Vaassen is er niet mee eens. Die blijft dan maar protesteren. Hij is niet de aanvoerder. En daarom krijgt hij de gele kaart voorgeschoteld. Nog een keertje kijken in de herhaling. Ja, lastige situatie. Strafschop gegeven. En dan is het Vito van Krooi vanaf 11 meter en hij mist. Vorig seizoen nog goed voor 12 goals. Zou eigenlijk vertrekken bij Sparta, maar er is nog geen buitenlandse club echt concreet voor hem geworden. En dus speelt hij nog altijd op het kasteel. Daar een aanval van RKC. Bakari, overgekomen van RKC, staat verkeerd opgesteld. Cleonice is er door, maar Nick Olij laat zien waarom hij een van de beste doelmannen van Nederland is. Een transfer richting Ajax ketsen deze week af. De Amsterdammers kiezen voor Diant Ramay. En daarom speelt Olij nog altijd op het kasteel. Hetzelfde geldt voor deze man. De smaakmaker van afgelopen seizoen, Koki Saito. De Japaner met een goede individuele actie. Maar de stand blijft nog altijd 0-0. Dan RKC met een goede aanval. En daar het harde schot van Michiel Kramer. Ook dit seizoen de aanvoerder van RKC, Rotterdammer, analist ook bij FC Rijnmond. Dit is een typische Sparta-aanval. Verschuren, kaatsen op Lauritsen, van Krooi schieten. Een vangbal voor Vaassen. Ruststand is dan 0-0, tweede helft, waarin Sparta goed uit de kleedkamer komt. Handige actie daarbij Warmerdam op een andere nieuweling, op Clement. Dan is het net niet de inlopende Verschuren met de 1-0. Warmerdam, overkomen van FC Utrecht, had veel blessureleed. Hij is de vervanger van Mika Pinto. Dan weer de ploeg van Fraser. Hij geassisteerd door Adil Awassar, vorig seizoen nog aanvoerder op het kasteel. En Geert Arend Roorda, hij vorig jaar nog de trainer van Jong Sparta. En de kans is uiteindelijk voor Cleonice. Goeie redding weer van Nick Olij. Dan gaat Michiel Kramer naar de kant. Ook nog een half jaar Spartaan geweest. Duimpje omhoog voor het publiek. Hoekschop van Brim. En die bal die gaat er uiteindelijk in via Sean Adeboye. Oftewel een eigen doelpunt van RKC. De speaker denkt dat Bart Vriends hem heeft gemaakt. Nou, Vriends in geen veld of wegen te bekennen. Sparta heeft dus een eigen doelpunt nodig om op voorsprong te komen. Kort daarna. Schot van richting veranderd. Hoekschop voor RKC. Met El Harmazi achter de bal. Die bal die wordt dan getoucheerd door Clement. RKC wil een strafschop. Oostrom wil er niet aan. Daarom blijft de stand 1-0. En wint Sparta de laatste wedstrijd voorafgaand aan de competitieopening. Volgende week uit bij PEC Zwolle. Natuurlijk is dat duel weer live te volgen via Radio Rijnmond. Woensdag weer de podcast Sparta naar voren. Oftewel, Sparta volg je dit seizoen gewoon weer bij Rijnmond.